Welkom bij NV Nederland, het programma waarin we Belgische en Nederlandse ondernemers samenbrengen. In deze uitzending bezoeken bedrijven uit de voedingsindustrie en agrarische sector. We zien hoe automatisering goed van pas komt bij schaalvergroting, zonder hierbij aan kwaliteit in te boeten. Verder aandacht voor ecologische land- en tuinbouw. Nou, wij als HVS zouden ook graag wat mooie afzet in België creëren. Dat later in deze uitzending. Maar we beginnen met de hoofdpunten van het economisch nieuws uit Nederland. De VVD en de Partij van de Arbeid zijn de grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Grote verliezer was de PVV van Geert Wilders. Deze partij verloor bijna de helft van haar zetels. Elektronica-concern Philips kondigt aan wereldwijd 2200 banen te schrappen, bovenop de al eerder aangekondigde bezuinigingen. Het doel hiervan is het bedrijf nog efficiënter te maken. De banen verdwijnen vooral bij de twee grootste onderdelen van Philips, de lichtdivisie en de medische divisie. Eerder dit jaar werd het al duidelijk dat er banen zouden verdwijnen bij de verlichtingsfabriek van Philips in Turnhout. Supermarktketen Albert Heijn wil zijn leveranciers tot extra korting dwingen. Als reden geeft het concern op dat het gegroeid is. Door de eenzijdige kortingseis worden de marges op land- en tuinbouwproducten nog kleiner. Dit brengt de land- en tuinbouw in een moeilijke positie, omdat supermarkten in Nederland het grootste gedeelte van de markt in handen hebben. Albert Heijn is sinds maart vorig jaar actief op de Belgische markt, met inmiddels 6 vestigingen. De voedingsindustrie speelt van oudsher een belangrijke rol in het oosten van Noord-Brabant. Om hun belangen te vertegenwoordigen, is het goed als ondernemers hun kracht te bundelen. De voedverwerkende industrie in deze regio is bijzonder groot. De meeste multinationals in de voeding zitten ook in deze regio en zullen hier hun producten laten maken. Het samenwerken zorgt dat de scholing aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven. De samenwerking zorgt ervoor dat we ook met elkaar mensen aan het opleiden zijn voor nu en in de toekomst. Maar als je kijkt naar Nederland en je kijkt naar België, dan zijn de kansen om het bourgondische karakter in de voedingsmiddelen, het kwaliteitsdenken wat in België zit, nog meer uit te breiden dan Nederland. De efficiëntie van Nederland nog meer uit te breiden naar België. Bedrijven dienen creatief te zijn in het vinden van oplossingen voor hun klanten. Wij maken halffabrikaat vleesproducten voor de verdere verwerking in de bak, snack, salade, maaltijden, pizza en soepindustrie. Belangrijke pijlers van JVB Meat Insiders zijn flexibiliteit, creativiteit en de toegevoegde waarde in producten zien en maken wat de klant vraagt. Onze productielijnen zijn ook zo ingericht dat wij 2 uur een bepaald product kunnen draaien en snel productwissels kunnen toepassen om op die manier een breed scala aan klanten te kunnen bedienen. Innovatie bij JVB Meat Insiders bestaat ook uit het toepassen van bepaalde productietechnieken. Het is dus altijd een mix tussen de techniek en het eventueel eigenhandig aanpassen van machines en productiemethodes in samenspraak met vleesvervangende producten kennis en daar een mooi eindproduct van maken. Samenwerking is van groot belang in een bedrijfstak waar de marges steeds kleiner worden. Dankzij schaalvergroting kunnen producenten hun marges in stand houden, met behoud van kwaliteit. Ik kan Vision voorstellen als een samenwerking van verschillende bedrijven, waarvan een deel onderdeel is van de Verrijzingengroep. En die samenwerkende bedrijven die produceren duurzame vis, eigenlijk van begin tot eind. Het bestaat onder andere uit Vision Breeding, waar de kleine vissen worden geboren. De viskwekerij Folen, waar de vissen uitgroeien. Ook op dezelfde locatie de verwerking, waar de vis gefileerd wordt en alles op een duurzame manier. Onze zuivering is ook zo uitgewerkt. Wij kweken bacteriën die biologisch het water zuiveren. Op die manier zorgen wij voor een gezonde leefomgeving. En wij merken in de jaren dat we de Claris nu al kweken, dat we kunnen zeggen dat we van begin tot eind geen antibiotica nodig hebben. Wij vinden het heel interessant om met mensen in de catering in contact te komen. Wij zijn ook op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn om inderdaad het product wat we hebben, nieuwe kansen
kansen te geven in nieuwe vormen. En ook mensen die geïnteresseerd zijn in onze garnalen, onze nieuwe producten wat we krijgen. En mee willen denken in de mogelijke kansen die dat allemaal geeft. Een andere manier om het bedrijf financieel gezond te houden is door specialisatie. Bijvoorbeeld door het aanbieden van meerdere varianten van het product, waardoor de klant ruime keuze heeft. Harris is de specialist op het gebied van wortelen, met name bewerkte producten. We maken veel convenience producten, dat wil zeggen kant-en-klaar om te eten. Dus wij doen wortels bewerken tot een kant-en-klaar eindproduct en veelal snackworteltjes. Wortels komen bij Harris binnen, al in bepaalde maatsortering, schoon gewassen. Bij Harris beginnen we dan met de wortels te snijden. Na het snijden worden ze wederom uitgelezen, gesorteerd op maat en dan gaan we ze schrabben. Na het schrabben vindt weer een sorteermoment plaats qua diameter, qua mooiheid van het product. En dan gaan we ze inpakken. Inpakken doen we in zakjes van 50 gram tot ongeveer 3 kilo, afhankelijk van retail en grootverbruik. Daarnaast kunnen we ze nog afpakken in een bulkverpakking van bijvoorbeeld 20 kilo of 300, 350 kilo. Nou, wij als Harris zouden ook graag wat mooie afzet in België creëren. Dat kan zowel rechtstreeks de retail zijn, dat kan de toeleveranciers zijn van de retail. Zoals eerder genoemd heb, doen we ook veel richting verwerkende bedrijven. Dat kan zijn de groentesnijderij, maar dat kunnen ook gewoon de kleinere handelsbedrijven zijn die bijvoorbeeld bij horeca, restaurant, foodketens, etc. hun producten afzetten. Dus eigenlijk alles wat met food te maken heeft, daar zijn voor ons potentiële klanten en zouden wij graag van onze producten en daaromtrent de dienstverlening erbij hoort, zouden wij graag mee in contact komen. Ondanks de nog steeds groeiende vraag naar biologische producten, hebben bedrijven in deze nichemarkt het niet altijd gemakkelijk. De Braak Mialo is een biologisch tuinbouwbedrijf in vollegronds groente. Wij produceren voor grotere afnemers in een nichemarkt. Biologische groenten die groeien op grond waarvan al minimaal 2 jaar geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest op gebruikt is. En na die datum, wat er dan geplant of gezaaid wordt, mogen daar ze eco verkopen. Wij komen ook eigenlijk toch wel weer uit een paar moeilijke jaren, ondanks het halleluja rondom het biologische, maar dat heeft ook alles te maken gehad met op welke afzetmarkt zat je. Wij willen met een sterk team aan medewerkers in een nichemarkt, onderscheidend in kwaliteit en onderscheidend in kwantiteit, een sterke keten vormen met meerdere afnemers. Dat in een markt die groeit de komende 10 jaren en dat we op die manier ook ons steentje bijdragen aan een leefbaar milieu voor onze nageslacht. Wilt u meer weten over de diverse aspecten van biologische land- en tuinbouw? Surf dan naar nvnl.tv voor de uitgebreide versie van het interview met Jan van Lierop van De Braak. Hierin vertelt hij aan welke voorwaarden een bedrijf moet voldoen om het predicaat ecologisch te mogen gebruiken. Automatisering is een belangrijke factor in de voedingsindustrie en agrarische sector. Hiermee kunnen bedrijven schaalvergroting realiseren en hun marges gezond houden. Ik zou Coat BV graag willen voorstellen aan een Belgische kijker als een machinefabriek die automatiseringsoplossingen kan aanbieden aan tuinders. Een van de ontwikkelingen die wij gedaan hebben is de AGV om onbemand transport uit te voeren binnen de glastuinbouw. De service en de ondersteuning is erg belangrijk voor Coat en vooral ook voor de klanten. We kunnen die service waarborgen door dat we een eigen helpdesk hebben. Onze klanten in België, dat zijn met name tomatentelers, komkommertelers, paprikatelers ook, waarmee wij ons onderscheiden ten opzichte van onze conculega's. Dat is toch service en de kwaliteit van machines. Bedrijven kunnen de watertoevoer bijvoorbeeld ook laten automatiseren. Hierbij is het van belang dat een systeem kan worden aangepast aan de eisen van de klant. Onze activiteiten zijn heel divers. We zijn begonnen met dossiersystemen. We zitten in de waterbehandeling, vooral grondwaterbehandeling, zwembaden, zoutoplossers, regionale bestrijding, drinkwaterhygiëne in de algemene zin van het woord. Het project waar we heel trots op zijn is wat we gerealiseerd hebben bij Twan en Jeroen Engelen in Zomeren. Het unieke van dit systeem is dat we hier alles gerealiseerd hebben vanaf grondwaterputten tot aan drinksystemen voor de dieren. Alle facetten zijn hier in dit bedrijf te zien. Van het meten, registreren, doseren, grondwaterbehandelen. Koelen. De laatste ontwikkeling zijn dat wij voor waterregistratie dataloggers maken. Om bijvoorbeeld bij pluimveebedrijven 14 dagen terug te kunnen kijken het waterverbruik. En afhankelijk van het waterverbruik kun je de gezondheidstoestand vaststellen van dieren. De Belgische markt liggen eigenlijk dezelfde kansen als op de Nederlandse markt. Het is in onze achtertuin, wij zitten in de Brabantse. Dus dat we nou naar Noord-Nederland rijden of naar België, dat is een kilometer hetzelfde. We hebben al verschillende installaties draaiend in België, waaronder in de gemeente Antwerpen. We kunnen eigenlijk op dezelfde manier werken als in Nederland. We kunnen gewoon snel gaan schakelen, wat altijd ten goede komt van de klant.
Automatisering en schaalvergroting kunnen prima samengaan met dierenwelzijn. Nooiengroep bedacht hiervoor innovatieve oplossingen. De Nooiengroep is een familiebedrijf wat in 1978 is opgericht. En wat roots heeft in de primaire sector. De activiteiten van ons zijn niet alleen het produceren van de vloeren voor de varkenshouderij. Maar daarnaast hebben wij ook onze eigen varkenshouderij in Spanje. Waar we het vlees uiteindelijk ook zelf verwerken en vermarkten op de met name Spaanse markt. De kansen voor ons in België zijn vooral zeg maar, bij de varkenshouder zelf. Dat is de praktijk. Daar worden de nieuwe ideeën geboren. Maar ook met onderwijs en universiteiten. Omdat daar natuurlijk de basis wordt gelegd voor de toekomst. De kwaliteit van onze producten die bewaken we niet alleen door dagelijkse controles, maar ook vooral door ze eerst in onze eigen varkenshouderij uit te proberen. Als ook de nieuwste innovaties worden eerst uitgetest, vooral in het varkensinnovatiecentrum hier in Sterksel. Het voordeel van een nooievloer is dat je er zeker van bent dat je vooraan meeloopt in de markt. Wat je natuurlijk een concurrentievoordeel oplevert. Nederland en België zijn internationaal heel belangrijk in de varkenshouderij. Er wordt gekeken van het buitenland wat hier gebeurt. Zo leveren wij bijvoorbeeld van Scandinavië tot Australië en van Amerika tot Japan onze vloersystemen. Persoonlijk gaat België mij nauw aan het hart. Ik kom er natuurlijk altijd graag. Niet alleen op onze eigen productielocatie daar, maar ook onder de Belgische mensen. Tot zover deze aflevering van NV Nederland. Voor meer informatie en een uitgebreide versie van alle interviews van deze uitzending surft u naar nvnl.tv. Hier ziet u onder andere het uitgebreide interview met René de Jonge van COAT, waarin hij vertelt over alle mogelijkheden van automatisering in de voedingsindustrie. Daarnaast kunt u in contact komen met de Nederlandse ondernemers die in deze uitzending aan het woord zijn geweest. Waar liggen de kansen? Bekijk het ook online bij NV Nederland.